Ja, welkom bij de Nacht van de Mode op zaterdag 13 juni. Hier volgt een impressie van RTV Arnhem. Ja, jullie staan hier om aandacht te vragen voor de stokdagen, maar wat behelst dat precies? 4 dagen lang, van 25 tot 28 juni. Openen 93 ontwerpers en high-end winkeliers in Arnhem, het modekwartier, de deuren van hun voorraadkasten. En alles wat daarin zit, wordt verkocht. Dus dat zijn stoffen, fournituren, samples, prototypes, maar ook zeker mooie kleding, tassen, accessoires en alles voor leuke prijzen. En die leuke prijzen, dat wil zeggen dat ze ook voor wat minder de deur uitgaan? Ja, het is echt stok en het is niet zozeer uitverkoop, maar echt voorraad wat ze van de hand willen doen. Dus dat kunnen oude collecties zijn, maar ook inderdaad gewoon materialen die ze nog hebben liggen in de kast. En heel breed. Ja, mevrouw, ik zie hier de bellenblaasmachine. Wat zijn jullie van plan? Nou, wij zijn van plan om een wijkwasser te starten. Met een streefdatum 1 oktober, maar dat ligt nog niet helemaal vast. En daar willen we vandaag alvast onder de aandacht brengen in de wijk. En waar komt die wasserette precies? Die komt een eind verderop in een pandje wat binnenkort leeg komt. Dan moet nog een kleine verbouwing plaatsvinden, want er moet van alles aangepast worden. En we hopen dus in het najaar daar van start te kunnen gaan met enerzijds de ouderwetse wasseretten, waar mensen met hun wasje naartoe kunnen. En waar we vooral ook gaan richten op het ontmoeten tussen de verschillende mensen in de wijk. Hè. Dus als je wacht op je wasje, kun je daar ook gewoon een kopje koffie drinken of een kaartje leggen of even met je laptop wat doen. Ja, ik werd meteen gepakt door waar je mee bezig bent. Jij bent kleurenexpert. En hoe is het voor jou om hier te staan? Nou, het is heel erg leuk om de themakleur van vanavond, groen, om die op iedereen te kunnen testen. Om te kijken welke groen het mooiste staat. En hoe doe je dat precies? Nou, ik vergelijk verschillende kleuren groen bij iemands gezicht. En ik kijk heel goed wat er gebeurt. Of iemand er mooier van wordt of juist wat minder mooi. En uiteindelijk kom je dan bij een ultieme kleur groen uit. De mooiste. Nou, wat doet kleur met een mens? Nou, heel erg veel. Het is ontzettend belangrijk. Als je de juiste kleur draagt, dan krijg je gewoon een totaal andere uitstraling dan dat je een hele slechte kleur draagt. Ik kan bijvoorbeeld een kleur aantrekken waarvan mensen echt zullen denken, oh, ben je vandaag ziek of zo? Voel je je wel lekker? Of ik kan een kleur dragen die krachtig doet voelen. En die je uitstraling versterkt. Ja, veel belangstelling voor de barberstation hier. Jullie knippen nu ook buiten. Waarom is dat? Ja, omdat iedereen gezellig door de straat loopt, willen wij de mensen eigenlijk een beetje naar binnen triggeren, als het ware. Dus hebben we besloten om vandaag 2 stoelen buiten neer te zetten. Om het oude ambacht van barbier te laten zien. En hoe gaat het met jullie shop? Ja, goed. Ja, we zitten hier nu al meer dan een jaar en we hebben niks te klagen. Het gaat hartstikke goed. De mensen hier in de buurt zijn gezellig, dus ons hoort u niet klagen. Nee. Er hoort een speciaal recept bij. Hè? Als er een man geknipt wordt, dan krijgt hij ook een biertje, eventueel een sigaretje. Ja, dat klopt. Ja, wat bij ons is wij willen gewoon de mannenwereld meer laten opkomen. Wat het is dat vooral bij de kapperszaken van tegenwoordig veel op vrouwen gebaseerd is. Overal waar je komt zitten vrouwen en is het helemaal vrouwelijk. Nou, wat wij willen is terugbrengen in het kappersvak is gewoon de mannenwereld. Hier komen mannen binnen bij ons en hier worden mannen dingen besproken en gedaan. Dus hier krijg je gewoon lekker ontspannende biertje. Wordt er niet over afwasjes gepraat of de aanbiedingen bij de appie. En hier hebben we het over mannen dingen en drinken we een biertje erbij.